De multinational IAMGOLD moet binnen 2 weken weer operationeel zijn. De regering en het goudbedrijf zijn hierover in overleg met elkaar. Dat laat vicepresident Ashwin Adin optekenen door het Nationaal Informatie Instituut. Het overleg volgt nadat er de vorige week een schietincident plaatsvond op de concessie van het goudbedrijf. Tijdens dit incident is een illegale goudzoeker doodgeschoten. Nadat de plaatselijke bevolking in opstand kwam, is de productie stopgezet. Er wordt nu alles op alles gedaan om de rust te laten wederkeren in het gebied. Bij het gesprek dat vandaag plaatsvond, waren ook de ministers Sergio Akinboto van Natuurlijke Hulpbronnen, Stuart Getrouw van Justitie en Politie en Ronnie Benschop van Defensie aanwezig. De regering benadrukt dat ze garant staat voor de veiligheid van de medewerkers van IAMGOLD, de bewoners van het gebied en haven en goed van het bedrijf. Normalisatie van de productie is van belang omdat de regering een overeenkomst heeft met de multinational, meent Akinboto. Om de veiligheid te garanderen hebben de ministers Getrouw en Benschop extra manschappen ter beschikking gesteld. Ook Nieuw Koffiekamp wordt bemenst met politiemanschappen. Tevens wordt er gesprekken gevoerd met de goudzoekers uit het gebied, aldus meldt het NII in een persbericht.